Komt zo'n schattig meisje naar mij toe. Good morning. Ik heb weer die spot op me. Goedemorgen en hallo van Paris. Waar we al lekker de deur hebben opengezet. Tadaa. Ik heb net ontbijt besteld, dus dat komt zo lekker naar de kamer. En ik ga me snel opmaken alvast nu, voordat het ontbijt komt. En dan daarna gaan we naar afspraken. Dus let's go! Oké, de breakfast is gone. Op! En ik ga even kijken wat ik aan ga doen vandaag. Ik wil deze zonnebril graag een keer op de foto zetten, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Oké, dit is wat ik aan heb. Self-portrait jurkje. Ik vind het echt super mooi. Zit zo. Lijkt wel of ik mijn oksels niet geschoren heb door die schaduw, maar echt heb ik gedaan. Zien jullie? En dit zo is de achterkant. Ik zal een linkje onder posten. En naar alles uiteraard. En mijn Gucci lovers. En ik ga me vandaag ook nog omkleden. En hij heeft wel zakken. Dat vind ik wel chill. Dat je zeg maar zo dit kan vasthouden. En ik neem mijn Gucci tas mee. Dus dat is de outfit. Hi. Komt zo'n schattig meisje naar mij toe. Ik heb me even omgekleed. En ik heb een outfit aangetrokken van Patricia Pepe. Het is een jumpsuit. En dit leuke streeptopje. Ik zal de linkjes onder posten. Ook van Patricia Pepe. En deze hoed is vintage. Het lijkt wel of ik een beetje overbelicht ben, maar misschien is er gewoon heel veel licht buiten. I don't know. Ja, wacht. Ik ga de instellingen. Oké, dit is echt much better. Ik heb het licht even gefixt. Ik had hem op overbelicht staan. Goed, we zitten even te chillen in het park. We hebben net een meeting gehad. Ik ga niet liegen. Die meeting was best wel saai. Die vrouw is wel heel aardig, alleen het was een Franse vrouw. Dus ze sprak niet zo goed Engels. Dus dan na een tijdje wordt communiceren altijd best wel lastig. Maar goed. Ja, nu ben ik even vrij. En ik ga even een foto maken. Deze outfit denk ik. En dan spullen pakken bij het hotel en om 4 uur ga ik een picknick doen met Tamara en Xenia. En dan heb ik een diner vanavond en nog 2 afspraakjes. Dus dat ga ik allemaal laten zien. Het is zo lekker weer. Ik zie hem heel de dag in dit park hier, zo lekker. We kijken uit op de Notre Dame. Hier, kijk. We zitten aan de Seine, vlakbij een parkje. Het is even later. Het is 7:30 en ik loop net het hotel en ik heb heel veel ander shirt aangedaan. Want ik was echt aan het zweten. As a dirty maniac. En het is dus 7:30. Om 8 uur heb ik een afspraak met drankjes te doen. En dan om 9 uur een diner met mensen van MAC. Het is wel gezellig om die weer te zien. En dan hebben we nog een Bulgari feestje daarna. En that's it. Ik ben echt uitgebrand. Ik heb zoveel mensen gezien en zoveel dingen gedaan. En het was 30 graden vandaag. Dus dan ben je altijd wel gaar. Maar we hebben nu 20 minuten. Dus ik ga lekker eventjes chillen. En ja, dan gaan we weer verder. Dus ik zie jullie zo. Ik laat zo even zien wat ik aan ga doen vanavond. Oké, ik heb me omgekleed. En ik heb deze jurk aan van Naked. Die is best wel goedkoop. Had ik al een keer gelinkt volgens mij. Zo niet, dan link ik hem nog een keer. En deze vintage riem van Chanel. En dit zit. Ik zal het allemaal beneden linken, dus let's go. Ik ben gezellig aan het eten met alle mensen van me. Het is super gezellig. En we zijn in een restaurant dat heet Pink Mama. En we hebben echt zo lekker gegeten. Super veel vlees en pasta's en echt een aanrader als jullie van lijkt. Echt heel leuk kijken. Elke verdieping ziet er anders uit. En dit is hoe de bar eruit ziet. Echt super cute. En I like it. Nu komen de toetjes. Ik stap net de Uber in en oh, hij lijkt op. We gaan naar gezellig diner. Het is wel laat. Dus ik heb ook wel zin om in bed te liggen. Maar ik ben dus niet heel moe. Jij wel? Ja, ik ben wel moe. Maar ik ben de hele dag nog niet wakker. Hè? Oh ja, dat is waar. Ik heb best wel dat ik nu dan heel erg wakker word. Dit... Nee, ik had heel slaap. Oké. Oké. Nog steeds na gisteren? Yes. Maar ik denk dat jij juist moe bent omdat je te veel geslapen hebt. Dat, hoe jij je voelt heb ik ook wel eens te veel geslapen heb. Ik ben ook nog niet wakker geworden. Nee, precies daarom. Dat komt daardoor. Maar goed. We gaan slapen. Zo. En morgen weer vroeg op. Morgen gaan we shooten met Armani. Dus dat wordt vast heel leuk. Tenminste, dat ook. Oké, ik lig in bed. Ik was het een beetje aan het kijken. En ik zie dus dat de vloggame vandaag wel een beetje saai misschien was. Ik hoop het niet. Maar... ik heb vooral in taxis gezeten van A naar B en vastgezeten in het verkeer en veel afspraken gehad en veel dingetjes gedaan. En het was heel warm vandaag, wel lekker. Maar ja, dus ik denk dat het een beetje saai was. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Tenminste, ik ga mijn serie kijken. En dan ga ik de vlog afsluiten voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken en... dan zie ik jullie morgen weer.